Wat zeggen jullie ervan als we hier een keer een toernooitje gaan boksen? Een Ferrari 488 Pista. Hey guys, good morning and welcome to a new vlog. Today I'm gonna do everything in English. Nee, dat is niet waar. Een korte vlog. Ja, dat wordt een korte vlog. Nee, jongens, meisjes, dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En het is vandaag weer lekker weer. En kijk eens eventjes wie er alweer aan het genieten is van dit weertje. Oh, het is ook zo lekker. Oh, lekker, 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 hey, lekker, lekker. Vergeet het melkje niet, hè. Ja, vergeet het melkje niet. Jij drinkt vaak melk. Ik dronk het vroeger ook thuis, maar nu niet meer zoveel. He, he, jongens. Het is fantastisch weer. Kijk eens eventjes naar deze grote vriend hier. Maar goed, ik moet helaas de hele ochtend editen. Voor. Middag. Ja, oké, de hele middag. Nee, jongens, ik ga lekker binnen zitten. Ik ga mijn koptelefoon opdoen. En dan ga ik eventjes lekker editen. Zo, de mannen zijn weer terug van het sporten. Wim die heeft alweer zijn lunchje gemaakt. Maar Ruud, wat is dat? Oei, deze yo. Fabrica, deze fabrika is tering groot. Wel, hou hem eens naast je hoofd. Ja, dan kan je een beetje zien hoe groot hij is. Ik denk dat hij anabolen gebruikt heeft. Ja, ik denk het ook. Zo, die komt van een goede groenteboer, hè? Ja, hoor. Jezus. Wat ga jij maken? Ga jij een lekkere salade maken met kip? Ja. Goed, hè? Goed gezond bezig, goed gezond bezig. Lekker hoor. Ik ben nog steeds bezig met editen, dus we gaan even door en dan gaan we daarna iets leuks doen. Toch, mannen? Nee. Oh, we gaan niks leuks doen. Zo, jongens, moet je eens eventjes kijken. Het gouden uurtje is aangebroken. En ik heb eigenlijk vanaf 12 uur ben ik gaan editen en ik heb eigenlijk helemaal niks gedaan. De jongens die zijn eventjes gaan lopen, maar toen was ik ook nog bezig. Maar jongens, wie kent dit? Nelk Boys. Dit is echt fantastisch, deze gasten. Hier zijn ze deze man aan het pranken, weet je wel. Dit is gewoon een gast die gelooft bijvoorbeeld in Bigfoot. En dan gaan ze hem pranken dat ze Bigfoot gaan zien. Nou jongens, ga ook kijken, het is echt lachen. Maar goed, straks, je gaat het niet geloven, ga ik richting Danny. Ja, want we gaan eventjes gezellig een stukje lopen bij Scheveningen. Dus dat wordt helemaal leuk. Kan je het vinden, maat? Kan je het vinden? Nee, maar dat is niet goed ook nog eens. Helemaal kut. Een hele goede morgen. Ik ben net opgestaan en ik ben onderweg. Nou ja, ik ben nog niet onderweg, maar ik ga zo richting Haarlem om te gaan sporten. Maar nadat ik heb gevoetbald met Creators FC heb ik echt, echt heel veel last van mijn rug. En gewoon bij elke beweging doet het pijn als ik mijn sokken of mijn schoenen aantrek, heb ik alweer pijn aan mijn rug. Dus we gaan wel richting Haarlem. En we gaan eventjes kijken of we überhaupt een beetje wat kunnen doen met sporten. Want eigenlijk bij heel veel oefeningen gebruik je ook weer je rug. Maar goed, we gaan lekker naar Haarlem en ik ga aan Hilde vragen wat ik wel en niet kan doen. En dan gaan we toch nog eventjes een beetje bewegen. We waren voor het eerst een keer op tijd in Haarlem, dus we gaan eventjes een koffietje doen. Ja, ja. Fantastisch. Ja. Doe jij? Ik ga naar huis. Okay. Ik ben het zat. Ik ga gewoon weg dan. Ik ben het zat. Ik ga gewoon weg. Jongens, ik doe even iets rustiger aan, want mijn rug voelt nog steeds best wel pijnlijk, zeg maar. En ja. Nee jongens, we hebben lekker getraind. Niet heel lang, 3 kwartiertjes. En ik ga nu even langs de zaak en dan ga ik de gordijnrails ophalen. Want die moeten nog steeds meekrijgen, dus ik ga hem even in stukken zagen. Hopelijk past hij dan wel in mijn auto. Oh jongens, wat word ik toch gelukkig van dit zonnetje. Als je pijn in je rug hebt is best wel kloten, want zeg maar bijna alle oefeningen die je doet, daar gebruik je eigenlijk je rug bij. Bij bankdrukken, bij alles. Dus ik heb nu gewoon even een korte training gedaan. Eventjes niet te veel doen, ook even een beetje rust geven aan mijn rust. Rust geven aan mijn rug bedoel ik natuurlijk. En dan gaan we volgende keer weer beter sporten. Sinds dat het weer lekker weer is ben ik ook zoveel energieker weer. Het is echt... Ook de tijd toen het echt de hele tijd aan het stormen was, aan het regenen, donkere dagen. Maar mooie dagen komen weer in zicht, jongens. Lekker weertje en dan ben ik blij en heb ik energie. Bij ons in de woonkamer komen dus gordijnen. Alleen dit is de rails die voor de woonkamer is. Alleen die is veel te groot. Dus ik heb net even een zaag gekocht en dan gaan we die in stukken zagen. En dan in de auto doen. En hopelijk past dat wel. Ik denk dat het straks met gordijnen in de woonkamer ook weer een stuk mooier uit gaat zien. Dus ik ben heel erg benieuwd. En je moet heel rustig recht zagen. Oh, ik kan beter van de andere kant zagen. Oh, dit is heel onnatuurlijk dit. Ja, ik denk dat het heel keurig is, Vin. Is het gelukt? Ja. Nou jongens, kijk eens hoe perfect. 4 kleine
gordijnrilsen in plaats van twee van die gigantische. Want die past niet in de auto. Kijk, ze weer lekker zitten, hè. Och, och, och. Oh, het is weekend. Wat? Het is weekend. Hoezo is het weekend? Jij hebt net besloten dat het weekend is, toch? Waarom? Ik hoef niet meer naar school. Oké. Okay. Maar ik moet wel nog dingen doen, alleen. Je hoeft niet meer. In mijn eigen tijd, zeg maar, dat kan ik allemaal zelf beslissen. Oké, okay, dus jij hebt eigenlijk gewoon weekend al. Ja. En het is woensdag, hoe mooi is dat? Prachtig. Hey, maar jij hebt weekend op maandag. Ik heb altijd weekend. Ja, dat is chill. Maar morgen is donderdag, hè jongens. Morgen is weer feest, morgen is weer donderdag, dan is weer feest. In de middag misschien even naar Health City. En daarna even een terrasje pakken en daarna naar UNI. Ja, dat klinkt goed. Ik heb wel in de avond première in Rotterdam samen met Danny. Wat? Ja. Kwart over zes of zo. Mannen, we gaan naar de sportschool en ik ga gewoon voor de tweede keer sporten vandaag. Wat een goed idee, maar ik ga gewoon heel rustig een beetje meedoen. Wat een binky. Ja, echt een binky. Wat ga jij doen? Ik niet zoveel, man. Zwemmen. Ja, oké, ik ga zwemmen. Ga jij zwemmen? Ik ga lekker zwemmen. Dit is ook gewoon een zwembad. En Joris gaat ook gezellig mee? Ik ga niet zwemmen. Joris gaat niet zwemmen. Hij durft niet. En nu meneer? Oh. Ik ga niet zwemmen. Ik kan niet zwemmen. Ik heb mijn zwemdiploma dus niet. Echt wel. Jij hebt zwemmen. A, B en C kunnen tonen bij toegang. Die heb ik. Heb jij C? Ja. Ik heb man. Ik heb C, ja. En gaan we niet redding zwemmen? Dat is geen redding zwemmen. Echt wel? Nee, het is gewoon met heel veel kleren aan en zo. Waarom zou je dat doen? Je moet toch zonder kleren zwemmen? Mijn vrienden waren toen nog door aan, of die hadden nog niet. Nee, mijn vrienden hadden nog niet B gehaald. Toen dacht ik, fuck it, ga gewoon door. Echt. Jij was er zo eentje. Jij was zo'n goede zwemmer. Je dacht, oh, ik ga gewoon nog door. Ik heb mijn A en B al gehaald. Ik heb mijn X. We zijn er weer bij Health City. En we gaan weer een Zima klappen. Wacht even, er komt een tractor aan. Tractor, hè? Wil je hem zeggen? Echt? Ja. Raar genoeg is het op. Willem begint. Klaar. Willem heeft gewonnen. Hey, Finn, heb je al verteld? Ik ging dus laatst Vincent opzoeken op YouTube. En ik kreeg allemaal suggesties. Ja. Tot er Vincent Visser afvallen. Als ja. Fuck. Op de tweede suggestie op YouTube stond Vincent Visser afvallen. Nou, leuk jongens dat jullie dat opzoeken. Dankjewel. Top. Ik ga het er wel weer afwerken hoor, nu hier. Goh. Oh, ik heb helemaal geen zin. Ik ga ook eigenlijk helemaal niks doen hier. Nee, ik ga wel even meedoen. Ik ga even mijn armen trainen, denk ik. Is dat een goeie? Nee, dat weet je wel. Wat zeggen jullie ervan als we hier een keer een toernooitje gaan boksen? Goed. Kan jij boksen, hoor? Ik kan wel een beetje boksen. Ja, ik weet niet of ik het kan. Ja, is hij goed? Ja, is hij mooi, hè? Is hij mooi? Is hij goed? Nee, dat lijkt me serieus wel echt lachen. Dat we gewoon een keer gewoon hier met gewoon een keer. Want ik vroeg dus aan die gast die hier de manager is. Vroeg ik van, mogen we hier ook gewoon, ja, gewoon vrij zeg maar gaan boksen? Maar dat mag. Ja, mag toch? Hij zei, mijn club is jouw club. Prachtig. Mooi. Ja, jongens, het blijft mooi hier. Mag. Je wil gewoon op je eigen tijden. Je hebt nu de kennis. Zo, heb jij lekker gezwommen, vriend? Oeh, ben ik kapot. Ja? Nee, dat is wel lekker hoor. Mag ook een kwartiertje hebben gezwommen. Zo, lekker zwembroekje. Heerlijk. Oeh. Het kan allemaal. Zo jongens, we zijn weer lekker buiten. Ik heb ook eventjes een koffietje gepakt. Maar jongens, de sauna hier is chill. Echt lekker. Ik ben helemaal zin. Ja, we zijn ook in het bubbelbad geweest. Het was een heel goed bubbelbad. Kijk, je kan dus ook daarboven zitten. Oh ja, daar bij die plantjes. Ook top jongens. Het is top. Joris. En hoeveel ga je verdienen? Mag ik jou feliciteren met je abonnement? Dankjewel. Gefeliciteerd. Nou, leuk jongens. Kunnen we met z'n vier... Hey. Oh. Zo, Wim gaat even door zijn enkel. Maar het is wel leuk jongens. Nu sport Ruben hier, Willem en ook Joris nu. Dus het wordt één gezellige boel met veel krachtpatsers in één, in één gym. Wim, fijne dag verder. Fijne avond vooral. Je bent alleen thuis. Voorzichtig doen. Geen vrouw uitnodigen. En je weet het, anders rugnummers en Jawel, mag wel. Maar dan moet je wel namen en rugnummers. Oké. Okay. Dat sowieso. Ja, wat mag ik allemaal wel, wat mag ik niet? Alcohol toegestaan. Drugs toegestaan in mate, met mate. Ja? Nee, dat doe ik niet. Nou oké, okay, dan geen vrouwen, mag. Hé. Hey. Ja. Feesten, laten we zeggen, plus minus tot 50 man. Tot 50? Ja. Maar ik heb voor 100 kaarten verkocht.
Heb je al 100 kaarten? Ah, boeien. Is oké. Nou, ik ga richting Rotterdam. Goeies aan Danny. Ik ga weer naar Danny. Ik ga richting Rotterdam. Want morgen moet ik in Rotterdam zijn voor een première. Dus ik dacht, nou, dan ga ik al vanavond alvast. Hoe laat zijn jullie morgen hier? Uurtje of 10, 11? Uurtje of 10, 11 en daarna is het weer, dan is het weer feest, hè? You and I. You and I. I see you. See you, see me. Goodbye, Wimpy. Daar zijn we weer. Rotterdam, Rotterdam, Rotterdam. Zoals ik dus net ook al zei, ik blijf bij Danny slapen vanavond. Dus ik zet mijn auto lekker bij hem in de garage. Hij heeft een plekje voor me geregeld, dus dat is top. En dan gaan we morgen gezellig naar een première. En vanavond, gaan we weer even wat eten. Ik ga de laatste tijd wel echt veel uit eten, maar dat moet ik niet doen. Want het is en is het gewoon duur, het kost veel geld. En als je uit eten gaat, eet je ook standaard gewoon slechter. Omdat er natuurlijk dan veel meer zout en sausen en al het gedoe erop zit. Jongens, het gaat helemaal niet goed. Het gaat gewoon helemaal niet goed. Dus we zijn nu in Rotterdam. Ik dacht, we gaan gezond eten. Maar ja, dat werkt toch allemaal niet zo, joh. Godzidoi, godzidoi. Die gaat op slot naast de Lamborghini. Hey, Danny! Maat. Ja, Piet. Jij bent nu zeg maar, eigenlijk al sinds vorige week donderdag heb ik jou elke dag gezien. Het begint niet goed te worden. Kijk, we moeten ook een beetje afstand van elkaar houden. Ja, een beetje haarscheurs voelt een beetje, want afstand is ook ruzie. Ik merk dat ook weer ruzie, zeg maar, als we aan bellen zijn. Ja, ik merk dat ook. Dat is ook niet goed. Ik was maar 5 minuten te laat, gelijk gaat hij huilen. Oh. 5 of 5:00. Oh. Oh, wat zit er lekker bij, hè, Dan? Het is weer woensdag, hè? Het is weer woensdag, we mogen weer. We gaan weer de week beginnen. Weet je wat je besteld had, of niet? Wist je dat je een hele salade kreeg? Nee, ik had gewoon zo'n bordje met een beetje avocado, maar... Dit is echt een reuze. Ik ga echt 2 woorden maken. Ik denk dat de mama ook zit, dat ik een beetje goed heb. Ja, goed. Ik denk het ook, ja. Vincent, die gaat hier ook voor mee eten. Ja, ik ga ook goed eten, jongens. Ik denk dat jij ook gewoon op de gezonde tour gaat. Mam, zoals je ziet, ik ga goed eten. Ik zorg wel voor zorgmoeder. Ja. Kijk eens even, een hele goede morgen met alweer een zonnetje. En het uitzicht vanaf Danny's balkon. Jongens, dit uitzicht is best wel herkenbaar. Omdat natuurlijk Gio, die woonde een paar appartementengebouwen verderop. Maar dit is mooi en herkenbaar. Jongens, het was gisteren weer hartstikke gezellig. We zijn lekker uit eten geweest en daarna zijn we een filmpje gaan kijken hier op de bank. Gezellig met z'n tweetjes. Het was echt een date night weer. Ben je al lekker aan het werk geweest, Dan? Dan werk ik nog 8 uur aan het werk, maatje. Helemaal niet. Niet vanaf 8 uur. Nee, ja, en precies. Oh, dat moet. Oh. Dan. Oh, die camera, Dan. Ja. Heb jij misschien een kam voor mij? Die mag erop. Die grappig hoor. Grappig man, echt grappig. Ja, ik vond mezelf wel leuk. Zo jongens, er ligt daar een cruiseschip. Niet normaal. Dan, zullen we gewoon lekker een cruiseschip op? Kom dan. Ja, die zit daar boven op een glijbaan. Oh, daar wordt het wel. Ja. Oh, lekker hè, Dan. Lekker smikkelen. Geniet van je bijtje, vriend. Dankjewel. Lekker bijkomen, hè. Vanavond mogen we weer uit. Nee. Jawel, jij gaat wel. Nee. Hij wil heel graag gaan. Danny is gewoon een uitvoerder. Danny is gewoon een beetje een aansteller. Mensen zoals Danny noemen een aansteller. Gewoon een klein aanstelletje. Kijk. Lekker eitje met avocado. Hartstikke gezond. Nee, ik zit dat niet. Dat beetje schreeuwen. Dat is echt moeilijk. Oh joh, deze auto is dik, maat. Holy shit. Ja, deze gast is niet normaal. Zo, een vette auto, man. Maar goed, ja, we moeten helaas aan deze. Kijk, hij heeft misschien wel zelf een Lambo, maar toch moet hij nog even een foto maken van een andere Lambo. Altijd baas boven baas. Ja, het altijd baas boven baas. Wel heel dik, jongens. Mooi ding. Apparaat, een STO. Wauw, jongens, deze ook. Een Ferrari 488 Pista. Ziek hoor. Ik denk, Dan, dat dit wel echt mijn droomauto is ook wel. Ja, of die STO. Ja, weet je het? Nee. Sowieso dit dan. Ja? Weet je het probleem is bij mij? Eigenlijk alles is mijn droomauto. Ik heb al gezegd dat de Porsche GT3 mijn droomauto is. Lamborghini Performante vond ik een droomauto. Dit is mijn droomauto. Allemaal droomauto's. Allemaal droomauto's, toch? Het zijn allemaal droomauto's. Weet je wat? Ik moet gewoon heel veel geld gaan verdienen. Nee, je moet gewoon gaan werken, vind ik. En dan koop ik een garage voor 10 auto's. Doe ik McLaren, Lambo, Ferrari, Porsche en een BMW. Ik hou die hou ik van altijd. Nou, Dan. Het bedje ligt weer klaar. Kijk eens, het bedje ligt alweer klaar voor vanavond. Joepie, we kunnen weer.
Willem die legt altijd heel lief het bedje voor Dan klaar, dus dat is allemaal top. Dan komen we aan en dan zijn we uit geweest. En dan kan Dan lekker neerploffen op zijn bedje. Goed hoor. Lekker lasagnaatje. Ik heb een pokeball. En we gaan straks naar de première van Uncharted. Dus ik ben heel erg benieuwd of er leuke mensen zijn. En of het een goede film is. En Danny gaat gezellig mee. Het is tijd om huizen Danny te verlaten. Want we gaan naar de première. Danny, ben je klaar voor de foto's? Nee, kom. We moeten op de catwalk, ja, hè? Ja, lopen. Oké. Okay. Dan, kijk maar even goed in de spiegel hoe je eruit ziet. Straks komen allemaal mensen op de pers zeggen, oh mijn god, dat is Danny. En die willen dan met jou op de foto, die willen allemaal foto van jou maken. Nee, doe ik niet aan. Ik ga via de achtergang. Doe gewoon zo. Ik ga via de artiestengang. Huh? Ik ga via de artiestengang. Ja, dan ga je juist, dan ga je dus juist over de loper, Danny. Oh. Misschien is er geen loper als je geluk hebt. Hé, hey, laat zitten. Wow, yo. Holy shit. Oh, je bent undercover, hè? Anders gaan mensen er natuurlijk om een foto vragen. Ja, sorry, ik zag jou. Ik dacht, heb je die fanboy? Ja, snap ik. Ga jullie maar voor, trouwens. Jullie zijn bekend. Jij bent echt de... Nee, maat, ga jullie maar voor. Eigenlijk moet Danny. Dan ga jij maar voor, maat. Voor de eerste keer, maat. Neem maar één biertje mee. Huh? Suikerwaan. Nee, je bent de auto, hè, vriend. Maar Dan, hoe vond je het nou voor het eerst op de foto, zeg? Oh, je bent zo lijp eigenlijk, hè? Zo vervelend. Holy shit, Dan. Wat leuk. Ik ben ook heel erg benieuwd naar de foto's nu jij erop staat. Ja? Ja, ik ook altijd. Het blijft ongemakkelijk, hoor. Oh, Dan. Als je wel tegenvalt, doe je weg. Heb je er zin in, maat? Ik heb heel veel zin in. Ik een flesje water erbij. Oei, yo. Hier, water. Oh, shit, maar... Wat voor... Er zit ook wat anders in dan water. Goed. Wat voor hij water? Hij is echt afgemixt. Oh, hoe heet het watertje? Een smaak, water met een smaakje. Dat ken ik helemaal niet, maar. Nee, ik heb het ook niet, het is nieuw. Van Les. Les. Oh, Damien. Lijf. Zeg je, hij steekt spoor, geen spoor, wat is het? Heeft hij een goede afdronk? Best wel. Ja? Die geuren, vruchten hier. Mooi, Dan, ja, mooi. Druivensap. Oh, jongens, nou, ik ben benieuwd. We komen nu net uit de film. Bioscoop. Uit de bioscoop. Dan, wat vond je ervan? Een goede film. Ja, was leuk, hè? Langdradig, maar het ging over schat zoeken en zo, en over goud. Bijzondere einde, dat vond ik wel. Bijzonder einde, ja, hè? Niemand heeft gewonnen, niemand heeft verloren. Nee, eigenlijk gewoon net niks. Net niet. Maar goed, het is tijd om richting Amsterdam te gaan. We gaan slapen, toch? Oh ja, we gaan slapen, klopt. Ja. 3, 2, 1, hey! Zo, ik ben weer lekker wakker, jongens. Het zonnetje schijnt weer buiten. Maar we zijn gisteren uit geweest. Het was hartstikke gezellig. En vandaag gaan we iets heel erg leuks doen. Maar dat zien jullie in de volgende vlog. Maar goed, vond je deze video nog leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.